En BNR's Big Five deze week, de politiek leiders. We trappen het af met Henry Bontebal, de lijsttrekker van het CDA. We hebben het heel erg over Nederland gehad. Eigenlijk gaan die verkiezingen tot nu toe misschien ook wel over Nederland. Maar ja, we zijn onderdeel van de wereld, onderdeel van die grote geopolitiek. En dan heb je meteen over allerlei geopolitieke uitdagingen. Oorlog in Oekraïne, de strijd in Gaza. Dat brengt ons meteen bij de kettingvraag. Vorige week hadden wij een thema over Israël en de Palestijnse gebieden, gepresenteerd door mijn collega Diane Matroos. Afgelopen vrijdag was haar gast politicoloog en journalist Radi Sudi. Radi Sudi had een vraag over de onrust in Israël. Deze vraag staat, luister mee. Professor Nolkemper, dus de decaan van de faculteit van rechtsgeleerdheid van de UvA, die schreef in een artikel in de NRC vorige week dat wat Israël doet, hij ziet dat als jurist niet geldt als legitieme zelfverdediging. Omdat eigenlijk volgens hem en ook volgens de Verenigde Naties Israël een bezettende macht is ten opzichte van Gaza. En dan geldt dat recht van zelfverdediging op die manier niet. Daar kan Israël zich niet op beroepen. Ze is in feite een bezettende mogendheid ten opzichte van de bevolking van Gaza. En dan is de vraag aan Bontebal: is het demissionaire kabinet, gesteund door een meerderheid van de Kamer, niet te voorbaren geweest door Israël dat buiten de grens van het recht op zelfverdediging opereert, te steunen in haar aanval op Gaza, en dreigt Nederland daarmee niet ernstige schendingen van het internationale recht, van de internationale rechtsorde te ondersteunen? Dat was de vraag van Radi Sudi, dus politicoloog en journalist, in die week over Israël en de Palestijnse gebieden. Terug te luisteren als podcast allemaal. Het antwoord? Elk woord wat je over dit conflict zegt wordt op een goudschaaltje gewogen. Merk ik ook zelf ook in mijn eigen uitingen over dit conflict. Je moet echt heel erg oppassen, want elk woord raakt mensen. Of daar krijg je dan weer e-mails of berichten over dat je het echt anders had moeten zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Er wordt zo'n verschrikkelijke aanslag gepleegd. We zien allemaal de beelden. Dan is het heel goed ook als regeringsleiders en een kabinet daar wel steun uitspreken voor het land, voor de bevolking die dat treft. Ik zou het heel gek vinden als dat niet gebeurt. Zo'n land is in paniek en wil ook zich gesteund weten door de wereld. Iedereen voelt de pijn en heeft gezien wat voor ellendige aanslag dat was. Dus ik vind het heel logisch dat een kabinet zich dan duidelijk uitspreekt. De woorden onvoorwaardelijke steun zijn natuurlijk gebruikt. Ja, dan gaat het erover, wat bedoel je dan met onvoorwaardelijk? Betekent het dat Israël alles mag doen? Nee, want dat heb je ook kunnen horen aan wat Rutte, maar ook onze eigen minister Hanke Bruinslotte de dagen daarna steeds heeft gezegd. Ook Israël moet zich houden aan internationaal oorlogsrecht. We hebben als Kamer, mijn collega Dirk Boswijk heeft die motie ingediend, die ruim is ook ondertekend en aangenomen. Humanitaire hulp tot Gaza. Israël mag geen mensenrechten schenden. Dus die correctie is natuurlijk daarna steeds wel gemaakt. Dat is de eerste reactie natuurlijk. Ja, ja, maar en wat bedoel je met onvoorwaardelijk? Kijk, precies. Onvoorwaardelijk betekent niet dat Israël alles mag doen. Nee. Maar dat was wel, wij staan achter jullie in jullie ellende en in jullie paniek. En hoe kijkt u naar die motie in de VN-veiligheidsraad, waar wij dan een van de 45 landen zijn die hem niet ondertekenen? Dan zie je dus dat meerdere landen om ons heen dat ook niet gedaan hebben. Frankrijk ook. Ja, maar andere Europese lidstaten weer niet. Ik denk ook, kijk, daar zie je dus dat die woorden ook op een goudschaaltje worden gewogen. En de reden waarom Nederland niet heeft meegetekend zat ook in het feit dat er niks werd gezegd over die gijzelaars. En die recht op zelfverdediging. Dus, het is niet zo dat de Nederland met het niet steunen van die resolutie zegt, Israël mag alles doen. Mm. Dat is natuurlijk niet waar. Dus laten we ook een beetje genuanceerd over dit conflict praten. Iedereen zoekt naar de juiste woorden. Maar wat ik zelf het mooiste vond was toch de zin die president Biden uitsprak na zijn werkbezoek van we mourn for every innocent life lost. Hè. Dus elk leven. Een onschuldig leven, daar wordt om gerouwd. Daar moeten wij om treuren. Ja. Dat is het leven van die kinderen in de kibbutz. En dat is het leven van die Palestijnse kinderen die nu onschuldig slachtoffer worden. En ik wil niet hoeven kiezen tussen het leed van de ene en het leed van de andere. Ik wil kiezen voor gerechtigheid en vrede. Dat is waar we volgens mij aan moeten werken. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.